Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 14 vir 23 tot 29 September. Efesiërs in die hart. Ons gee teksvers vir die week. Lees ons in Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Dit lees: Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag geroem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Ek lees weer. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag geroem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie kwartaalse lesse wat U vir ons gegee het en die voorreg om hierdie lesse elke dag saam te kan bespreek. Ek wil bid, Heer, asseblief dat U ons ook in vandag se les sal seën en ons sal help om te verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit asseblief in Jesus' naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam inskakel vir ons laaste les vir hierdie kwartaal en ons laaste week. Dan begin ons op die nuwe kwartaalse les. Nogal opgewonde om na hierdie kwartaalse lesse, nuwe kwartaalse lesse te kyk. Ek wil net weer eens vir julle dankie sê vir julle ondersteuning deur hierdie kwartaal. Elkeen wat die duimpje op die druk, hierdie deel, julle finansiële ondersteuning. Baie baie dankie ook vir julle gebede. Kom ons gaan dan na vandag se les toe. Ons is vandag by Sondag 24 September. In Christus is ons geseend. En die les vra, dink na oor Efesiërs 1. Wat is dit wat jou veral inspireer? Watter pieke sien jy? Nou, as ons gaan kyk na Efesiërs 1 vers 3 tot 14, sal ons sien hier word gepraat van die verlossingsplan en dat hierdie reddingsaksies van God reeds voor die grondlegging van die wêreld begin het. Soos Efesiërs 1 vers 4 sê, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. En hierdie plan van verlossing, hierdie reddingsaksies, is ook tans vandag besig om uit te werk in ons harte. Efesiërs 1 vers 7 en 8 en verse 13 en 14 sê, 7 en 8, in hom het ons die verlossing deur die bloed, die vergifnis van die misdade na die rykte van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. So hierdie verlossing in sy bloed, hierdie vergifnis, is ons vandag beskore. En dan vers 13 en 14, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van die redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. En ons kan verseker wees, dat hierdie plan van God tot volle uitwerking sal kom. Efesiërs 1 vers 9 en 10 sê, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehaag, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. So, dit sal volbring in die volheid van die tye. En hierdie plan is om alle dinge in Christus te verenig. En hierdie Christus-gesentreerde verlossingsplan is God se alomvattende plan vir ons redding, en nie net vir ons redding nie, maar ook vir die heelal. Dan lees ons in Efesiërs 1 vers 15 tot 19, waar Paulus God dank vir sy werk onder die heiliges, en ook die werk waarvoor hy bid, moet gebeur in elkeen se hart. Ons lees Efesiërs 1 van vers 15, Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus, wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand,
zodat jullie kan weten wat die hoop van zijn roeping en wat die rijkdom van zijn heerlijkheid, van zijn erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van zijn kracht is voor ons wat gloe naar die werking van die kracht van zijn sterkte. En dan lees ons in Efesiërs 1 vers 20 tot 23. Wat hij gewerkt het in Christus, terwijl hij hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die rechterhand in die hemele, waar alle overhede, en mag, en kracht, en heerskapie, en elke naam wat genoemd wordt, niet alleen in hierdie wereld, maar ook in die toekomstige. En hij het alle dingen onder zijn voeten onderwerp, en hom als hoofd boe alle dingen aan die gemeente gegee, wat zijn lichaam is, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul. Zo duidelijk speelt die opwek van Christus en die dode een groot rol, want daarom is hij geplaatst aan de rechterhand in die hemele. Daarom is hij boe alle overhede in macht en kracht en heerskapie. Niet net in hierdie wereld, nie, maar ook in die toekomstige. En alle dingen onder zijn voeten. Maar kijk net ons werking, ons rol hierin. Want, dit sê, en hij het alle dingen onder zijn voeten onderwerp en hom as hoofd boe alle dingen aan die gemeente gegee. Wat zijn lichaam is, die volheid van hom wat alles en allemaal vervul. Die vraag bij einde van die dag. Efesiërs 1 vers 4 vertel ons dat Christus ons en hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en zonder gebrek voor hom in liefde te wees. Denk na oor wat het betekent, om in hom uitverkies te wees voor die wereld bestaan het. Wat er groot hoop moet dit aan jou bied met betrekking tot Godse begeerte voor jou om gered te worden. Wat een gedachte dat God aan mij gedink het voordat hy die aarde geskaap het. En dit deel van zijn verlossingsplan was dat ek en jij deel van hierdie strategie om alles onder Christus, in Christus te verenig. Dat ons deel daarvan kan wees. Dat ons nie net verlos word, maar dat ons deel kan wees om ander te verlos. Maar hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons dit recht kry? Ons lees in Filippense 2 vers 1 tot 5. As daar enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die geest, as daar enige innige teederheid en ontferming is, maak dan my blyskap volkome deur eensgesind te wees, in diezelfde liefde te hee, een van siel en een van sin. Moet nie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen as sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Dit is hoe ons in Christus, Christus aan die wereld gaan verkondig. Dit is wat het beteken om deel te wees van die lichaam van Christus, om hom in ons harte te laat leven. En liefde tot mekaar en liefde tot ander. So sal ons Jesus dan verkondig aan die wereld rondom ons. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot eer en voorregt ons het om deel te wees van die plan van verlossing, wat u reeds uitgewerkt het voor die grondlegging van die wereld. Die ons reeds al gekies het om medewerkers saam met u te wees, om verlost te worden door Christus en dat u groot werke in ons en door ons aan die wereld kan uitgaan, zodat sielen gered kan worden voor u koninkrijk. Vader, help ons asseblief om hierdie groot eer te besef, dit aan te grijp en voorwaarts te beweeg, strijders van Christus, ons bid het in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.